In de tweede klasse is de wedstrijd Antwerp-Sint-Truiden na een half uur stilgelegd. Supporters van Antwerp gooiden vuurwerk en kwamen op het veld uit protest over de aanslepende malaise bij een club. Op dat moment stond hun ploeg 0-1 achter. De scheidsrechter legde de wedstrijd 10 minuten stil, liet dan weer voetballen. Maar omdat er opnieuw problemen waren, werd de match definitief stopgezet. Antwerp zal zich moeten verantwoorden voor de geschillencommissie van de Voetbalbond. Het verliest de wedstrijd wellicht met 0-5 en riskeert een geldboete of een wedstrijd achter gesloten deuren. Dit is dramatisch, laat dat heel duidelijk zijn. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik ben ook al 25 jaar in het voetbal. Dit is ongezien. En eigenlijk een schande voor het voetbal, als ik het zo zeggen. Ja, spijtige zaak.